Geachte kijkers, we zijn blij u te mogen begroeten op Klaagmuur TV. Oekraïne. Deze dagen wordt in het nieuws melding gemaakt over relletjes van de oppositie tegen de Oekraïnse regering. Klaagmuur TV heeft ook zijn oor te luisteren gelegd in het land en vastgesteld dat, zoals de schijn door de mediaberichten wordt gewekt, er lang niet zoveel burgers achter de agressieve koers van de oppositie staan. Vele burgers wensen natuurlijk, zoals in andere landen, een verandering of verbetering van hun levensomstandigheden. Maar er zijn veel stemmen die deze verandering niet willen, via een toenadering of zelfs een toetreden tot de Europese Unie. Om deze stemmen te horen en te verspreiden, laten we hier, plaatsvervangend voor vele anderen, de stem van een man uit de straat horen. Goeiedag. Waarin heeft de droom van het toetreden tot de Europese Unie Oekraïne gebracht? Hoe beoordeelt u de toestand? Rechtvaardigt de droom op de Maidan, de vereniging met de Europese Unie, de offers die wij tot vandaag al hebben gebracht? Goeiedag, beste kijkers. Ik wend me nu tot al die Oekraïense burgers die dromen van een toetreden tot de Europese Unie. Laat u geen honing om uw mond smeren, die krijgt u toch nooit te eten. Als u oplettend de voorbeelden nagaat van hen die ons zijn voorgegaan, Bulgarije en Roemenië, dan zult u zien dat de Europese Unie slechts een mooie droom is. Of Griekenland. De armoede is nog steeds zoals ze was in deze landen. Ze is slechts geperfectioneerd door de dictatuur van de Europese Unie. Denkt u nog altijd dat ze met ons anders te werk zullen gaan? Deze dictatuur blijkt niet alleen in de harde wetten en normen, maar ook in het opdringen van ideologieën die in strijd zijn met de goede zeden. Het is realiteit. Gedwongen seksuele voorlichting en voorlichting over homoseksualiteit vanaf het vierde levensjaar. Bijvoorbeeld in Duitsland belanden ouders in de gevangenis als hun kinderen de lessen seksuele opvoeding niet willen bijwonen. En in Nederland strijdt de pedofiele partij openlijk voor haar rechten. Dit zijn slechts twee heerlijkheden van de Europese Unie. Willen we werkelijk zo'n toekomst voor onze kinderen? Stel u zelf toch eens de vraag, wat zijn de bedoelingen van de Europese Unie met Oekraïne? Er is bij ons hier niets te halen. We hebben een zwakke economie en heel wat onopgeloste problemen. Waarom nodigen ze Oekraïne zo hardnekkig en aandringend uit tot een vereniging? Is dat werkelijk uit zo'n zelfzuchtigheid om ons te helpen? Nee. Ik geloof dat dit een illusie is. Hun doel is veel eer het Slavische volk te verdelen en te onderwerpen aan hun dictatuur. We roepen alle Oekraïense burgers op niet deel te nemen aan de relletjes op de Maidan en de doelen van de Europese Unie niet te ondersteunen. Nog in Tunesië en Egypte, nog in Libië is de toestand door de val van de regering ten goede veranderd. Integendeel, er is nu eerder chaos en vele burgers betuigen dat voordien alles veel beter was. Laten we wijs handelen en leren uit eigen geschiedenis en uit fouten van de andere landen om ons land te bewaren in vrijheid en eenheid. Ik ben niet de enige met deze mening, maar we worden veel te weinig gehoord. Dank u voor dit interview. En u, geachte kijkers, hartelijk dank voor uw aandacht. Het is de moeite waard hierover ernstig na te denken. Tot spoedig!